Welkom bij een nieuwe aflevering, maar ook de laatste aflevering van Villa Vierdaagse van dit jaar. Op 5 dagen tijdens de Vierdaagse ga ik in gesprek met zeer interessante en belangrijke mensen die al geruime tijd verbonden zijn aan die Vierdaagse. Belangrijk vooral omdat het geen Vierdaagse meer zou zijn zonder parcoursbouwers, zonder blarenprikkers, zonder militairen, maar vooral niet zonder wandelaars. Vandaag praat ik met Dick Koopman uit Ouddorp. Hij loopt dit keer voor de 70ste keer mee en zal dit jaar een speciaal massief gouden kruisje ontvangen. Koopman, welkom. Ja, dank u wel. Fijn dat je er bent. Ja. Jouw wandelgenoot, die ook al zo hoog scoort, die hebben we al vaker in de uitzending gehad. Dat heb ik vernomen. Maar we vinden het heel fijn dat u helemaal speciaal uit Alkmaar hier naartoe gekomen bent om dit gesprek te voeren. Dank je wel. Hoe vaak heeft u meegelopen? Dit wordt 69 maal. Maar dit wordt en dit wordt de 70ste eventueel, ja. Als ik hem uitloop. Ja, natuurlijk. Daar gaan we vanuit. Dat is een andere zaak. U bent toch ook komen lopen nou net of zo? Of was dat vroeger? Nee, even niet. Nee, ik heb verleden week gelopen in Alkmaar. Die Alkmaarse Vierdaagse. Ja. En dat was 4x25. Ja. Dus dan even tot de rust komen. Ja. En dan komt straks de Vierdaagse weer aan. En dan loopt u 34? Dan loop ik 30, ja. 4 maal. Ja. Qua mijn leeftijd. Ik heb er toch het verhaal gehoord dat u vroeger, vlak na de oorlog, op gekregen schoenen. Ja. Helemaal van Alkmaar naar Nijmegen ging om daar de Vierdaagse te lopen. Dat 150 is zo. Kilometer. Ja, met mijn broer samen. In 3 dagen tijd? Nee. We gingen vrijdagavond om 11 uur weg. Ja. En we kwamen zondagmiddag om 1 uur in Nijmegen aan. Dus goed via 2 dagen eigenlijk. Arnhem. Ja, zo. U moet wel begrijpen, na de oorlog, toen waren de wegen en het wegennet was heel anders als dat het nu is in Nederland. Toen zag je nauwelijks nog een auto en 's nachts helemaal niet en onverlichte wegen. Dus we liepen maar, want er liepen een gegeven moment door de Betuwe heen. Toen werden we aangehouden door een paar veldwachters. Waarom u dat die had liep? Je nog. Nou, er waren 2 mensen die waren ontsnapt uit een inrichting, ik weet niet welke. En toen zagen ze ons lopen, waarachter wel. En, ja. We moesten ons wie we waren en waar we heen gingen. Ja. En toen vertelden we dat en toen konden we doorgaan. Ja, ja. Ja, dat was dat. Maar dan had u er al bijna een Vierdaagse op zitten. Met 150 kilometer. Ja, voordat u hier was. Ja. En we hadden ingeschreven, maar we hadden geen onderdak toen. Nee. En moest je nog zoeken ook? Nee, want we hadden een zus en die had al 1 jaar had ze gelopen. Het jaar daarvoor. En die had een onderdak voor ons. Ik dacht van de familie Kobense. In de Schoolstraat, als ik het nog goed heb. In Nijmegen? In Nijmegen, ja. En dat was ook zo? En dat was zo, oh. Ja. Dus u had een slaapplaats? Ik had een slaapplaats, en mijn broer ook. Ja, we konden daar terecht. Je bent jong en je wil wat. Dus nou ja, als je dus 17 bent, dan kun je kan geen leven slinden, maar bij wijze van spreken. Ja. En zo liggen de zaken wel. En dat deed u samen met die broer? Met mijn broer? Lopen? Ja. Die liep ook al zo lang mee, of niet? Nee, hoor, die is overleden. Aantal jaren terug en hij zou voor de 57ste keer gaan. Okay. En hij is toen, het ging niet meer, hij is uitgevallen. Ja, ja. Ja. Nou ja, goed, ik vind het nog een heel prestatie, en, 57. Ja, want ik heb nog veel meer van die familieleden die gelopen hebben. Ja, toch wel. Ik denk dat we zeker in de familie Koopman, dat er wel een aantal van meer dan 200 Vierdaagsers gelopen zijn. Opgelost, het zit in de genen. Ja, dat mag duidelijk zijn. Ja. Ja, oh. Maar ja, je moet er ook de pret maar van hebben en de tijd. Ja, over pret gesproken. Vindt u het nog leuk na de 70ste keer nu? Nou, ik wel. Ja? Ik loop met een aantal collega's, wandelcollega's. Hele prettige mensen. Ja? Onder andere een broer. Ja? En nog een hele goede kennis, een wandelkennis. En nog eentje. Ja? Nou, met de mannen 4 lopen we. En er loopt nog een broer mee. Dus we lopen met 3 broers. Zo. Dit jaar, de 103e.
Ja. Dan moet het echt in de genen zitten, dat kan niet. Ja, en dat, maar gelukkig ook. Ja. Het is natuurlijk in het leven wel zo. Nagelang je ouder wordt, dan is bewegen, dacht ik, toch het beste medicijn. Ja, ik praat makkelijk hoor, want als je dus niet met je heupen of met je knieën te maken krijgt, et cetera, dan ja. Want heel onbescheiden vraag, normaal aan de vrouw mag je niet vragen, maar u bent een man. Hoe oud bent u? Nou, ja. Hoe jong bent u? Nou, ik ben 88. 88? Ja, 88. En ik hoop in oktober 89 te worden. Ja, dat is altijd zo, een jaar later. Dat hoop ik ook. Ja, ja. Ja. Maar dat is toch wel heel frappant dat u op uw leeftijd dat nog kunt. Ja, dat is zo. Ja. 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 Nou zien we hier een aantal zaken liggen hier op de tafel. Ja. Wat is dit? Dat is van de eerste vierdaagse die we liepen. En die hadden we uitgelopen, mijn broer en ik. En toen zijn we gelijk Amsterdam-Leeuwarden gaan lopen. Ook 150. En dat is deze? Dat is die. Deze van? Die is al heel oud. Ja. Ik denk van 49 als ik het goed heb. Het is ook uit die tijd echt? Uit die tijd. Ja. 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 En bent u direct naar Nijmegen gaan doen? Nee, daarna. Ja, naar Nijmegen. Naar Nijmegen deze. Bent u dit gaan doen? Ja, daar ben ik ook nog even in de fout gegaan. Oh. Want we liepen een gegeven moment over de afsluitdijk. Ja. En het was een verschrikkelijk dorstig weer. En ik was nog niet zo'n bier drinken. En toen dronk ik water uit tussen de keien van de afsluitdijk. Oh, dat is zout water natuurlijk. Dat is fout van me geweest. Want we kwamen in de Lage Weide in Leeuwarden aan. Dat was een restaurant. En dan werd je dus dat uitgereikt. Ja. En dan had je maaltijd. Nou, ik had de maaltijd erin. Maar ik moest gauw naar de wc. Ja, ja. Zout water. Alles is eruit. Slecht, ja. Mijn maag was helemaal verstreken. Ja. Nou ja, dat zijn van die domme dingen die je doet ook in het leven. Onbezonnen jeugd. Het zou kunnen. Ja. Maar goed, dit is dan na de Vierdaagse. Ja, Amsterdam-Leeuwarden. Amsterdam-Leeuwarden. Ja. Die bestaat nog, die mars, heb ik gehoord. Ja, ja, ja. Oh, ik heb vele marsen gelopen ja, van hun. Ja, die bestaat nog. Ja, 60, 70, 80 kilometer, 100 kilometer, 110. Ach, ja, en soms ik helemaal alleen. Ik ken die marsen waarschijnlijk ook. Wat zegt u? Kennen die marsen? Ik heb nooit een Kennedy mars gelopen. Nee, die zijn ook groot, hè? Ja, ook 80 kilometer. Ja. Maar ja, die zijn hier nogal actueel, hè, dacht ja, ik. Ja, 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 ja. Hier in deze buurt, ja. Ja. En wat is dit voor een onderscheiding? Nou, dat is van die Alkmaarse Vierdaagse, deze. Die is verleden week gebeurd. Die is verleden week? En ja. Hoe vaak heeft u die al meegelopen dan? 12 keer. Oh, ja, dat is een luttele afstand, betrekkelijk. Dat is 25 kilometer per dag. Dat is nog maar pas. Ja, van verleden week. Ja. Ja. En dat is 4 keer 25. 4 keer 25. Ja. Maar een hele leuke parcours. Prachtige parcours. Langs Egmond, strand, Bernesee, de eerste dag. Ja. En je gaat naar de Broekenveiling. Ik weet niet of je dat wel gezien heeft. Nee. Ach, dat is ook iets aparts. En zo zijn er nog vele andere mooie streken rondom. Dat zijn allemaal hele leuke dingen hoor. Daar zijn we een keer of 7 geweest, denk ik. Ja. De wandelmars van Jeruzalem. Ja, ja, vierdaagse. Wat spreekt u nu aan om in een land van hitte en zand? Ja, nou, van hitte hebben we meer landen hebben we bewandeld. Want we zijn 2 jaar geleden in Suriname geweest. En daar hadden we ook een vierdaagse gelopen. Zo? Ja, ook niet mis. En dan was het geen vierdaagse te vergelijken met Nijmegen. Maar dan was het meer een operetteoptocht. Mooi, ja, mooi. Vertel eens. Hoe... Nou, dat waren dus niet de grote afstanden, maar dat waren afstanden van 15, hoog op 15 kilometer. Maar ja, als je zag, er liepen duizenden mensen mee. Een hele groepen en allemaal in kledij, et cetera. En uitbundig. En Indianen zingen. En ze dansen onderweg. Dat is iets apart. Dat zijn de leuke dingen ook weer. Ik neem aan dat u niet gedanst heeft zelf. Nee, maar dat ging niet. Allemaal groepen en dergelijke. Oh ja, ja, dat is ja. Zo. Maar heel leuk. Carnaval, hè, lijkt het wel. Ja, waarachtig. Dat is het. Ja. Ja, dat is Suriname. Ja. En ook al voor de 54ste keer, geloof ik, als het was. Ja. Maar even over uzelf. Wat heeft u met Israël? Want u gaat daar al 7 keer... Ik kwam daar voor het eerst in 57. Ja. Dat was betrekkelijk na de oorlog. Dat was net begonnen allemaal, hè? Ja. Ja, met alles van dien. Dus... Ja, nou ik denk, daar ga ik nog weer een keertje heen. Ja, een maand of 2 maanden ben ik in een kibbutz. In meer van Tiberias. En ook mooi. En wat kennen ze daar zo'n gegeven moment? Ja, je gaat een kennissenkring opbouwen. Ja. Dus. Maar dat was voor u... ook. Uw hart heeft u daarvoor een deel verloren. Ja, wel. Ja, ja, ja. Ja. En heeft dat te maken met natuurschool? Of de nee, mensen, maar het of... geheel, de leefmethodes en de rest. Ja, ja dus en Suriname. Nooit dus, overwogen om daar te blijven? Nou, dat is een andere zaak. Ja, dat speelde toen wel.
Maar, Suriname ook niet? Ook dat heeft gespeeld. Oh. Ja, maar zij wou niet. Nee, nee. Je vrouw, zij kwam hier dat, ja. En dus. En dan de belangrijkste medaille waar het om gaat. Ja, dat is deze. Ik begrijp het. Dat is deze en dat staat op 69. Ja. En 69, dat is hoe je het ook bekijkt en draait, het blijft 69. Aantal jaren toch. En volgend jaar een hele nieuwe medaille, een massief gouden. Nou, dat mag ik hopen. Ik heb hem gemaakt zien worden. Dit jaar. Hem gemaakt zien worden. Ja, dit jaar. Dit jaar. Oh, ja. Krijgt u hem. Ja, want Bert heeft hem al. Ze zijn er 3 gemaakt, geloof ik. Oh, 3. Ik dacht van 2. Nee, maar goed. Voor jou, voor Bert en voor een mevrouw die ook nog in de richting lag, heb ik gehoord. Maar die was toch uitgevallen van jaar? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, maar dus niet op de 60ste. Dat het gemaakt werd. Oh, nou oké. 67 had. Maar daar ga ik niet over, om dat maken. Maar daar hadden de 3 en voor het geval er nog iemand komt. Ja, dat begrijp ik ook. Dus dan kunt u deze weer bij de afdeling gevonden voorwerpen. Memories leggen. U krijgt een hele mooie. Ja, dat doe ik, ja. Ja. En dit jaar komen we daarnaast nog weer een dochter uit Italië. Die loopt ook mee. Met een nichtje. Zo. Die loopt ook mee. Dat zijn hele leuke dingen. Ja. We hebben 4 kinderen en ze hebben allemaal gelopen. In verschillende malen. Ja. Nou heeft u ook Bert van der Lans, die heeft 71 keer gelopen, ja. Ontmoet. Motiveert u dat? Dat hij 71 gelopen heeft? Nee, helemaal niet. Oh, je was toch al van plan? Ja, zeker wel. Okay. Ja, ja. In te vallen dat hij op mijn pad komt en ligt. En dan wens ik hem het allerbeste toe. En hij doet het ook trouwens met mij. Ja. Dus we zien elkaar hopelijk op de wedren. Ja. Kunt u uitleggen hoe dat nou 70 jaar geleden was, de Vierdaagse lopen? Och. Ja, een enorm verschil, maar... Wij weten dat niet en we willen graag weten hoe dat toen was. Wij startten toen vanuit de vereniging, die tuin. Ja. Nou, toch een tuinje, de bankgebouw was er nog niet. En berengezellig, maar met veel minder mensen. Ja. Ja, toen denk ik misschien een 1500 of zoiets in dat die was geest. Het, ja. Okay. Ja, maar ook toen was het gezellig. Maar ja, en wat dat betreft er is er niks veranderd hoor. Het is nog steeds berengezellig op de wedren en op het Julianenplein. Maar was het niet allemaal zandwegen wat u moest lopen? De wegen waren anders, want ik kan me nog herinneren in die tijd dat we over een berg heen gingen. Ik ben de naam kwijt. Oh. Maar in de omgeving van Nijmegen, en daar moest je overheen. Maar ja, je deed het allemaal. Ja, maar ja, veel minder mensen. Ja. En Israël, maar de gezelligheid is gebleven, vind ik persoonlijk hoor. Ja? Ja, het is natuurlijk voor vele mensen is het een massief iets geworden. Hè? En ja, die voelen zich daar niet in thuis. Ja. Ik vind het jammer persoonlijk, want als je je mond open doet, nou dan heeft iedereen wel een woordje hoor. Ja. Ja. Dus. En dat maakt het ook dat u zegt, nou dat is iets natuurlijk. Apart. Ja. En, en je weet ook natuurlijk wel met het ouder worden, met het lopen, dat het goed voor je lijf is als het kan. Ja. Maar hoe was de catering onderweg? Nou heb je overal toiletten, drankjes, dingetjes. Maar dat had je toen ook enorm hoor. Ja, als je door de Betuwe ging, dat je flipje van Tiel met appelsap en het ene flesje na het ander. Ja, dat was toen heel anders. Maar dat werd gratis gegeven. Ja, duidelijk. Ja hoor, en appel en tomatensap en weet ik het wat voor sap allemaal. En kersen eten natuurlijk. En kersen eten natuurlijk. En de hartelijkheid is gebleven met de mensen. In de hele omgeving trouwens, de hele omgeving van Nijmegen is ermee verwrongen. Meer dan 1 miljoen mensen. Het is, dat is uitgegroeid. Wat het nu is, ook hier moeten we mee zien om te gaan. En dan vind ik het altijd een grote hulde voor de vormgeving die men aangeeft vanuit Nijmegen. Maar ik hoor wel eens dat mensen zeggen, ik vind het jammer dat het zo druk is. Ja, maar er zijn mensen die hebben een hekel aan grote drukte. Ja. En vooral de massaliteit. Nou, elkaar op de hakken lopen, dat soort zaken, vooral met die douwe doorgaan. Natuurlijk, en als je zere voeten hebt, ik begrijp het, dan is passeren moeilijker. Ja. En het is wat voor weg je bewandelt, en dat scheelt ook. En of je passeren wil, dat scheelt allemaal natuurlijk. Ja. En de een is de andere niet, ook op dat gebied. Dus een onderweg, je hebt veel rustpunten. Je kunt overal terecht haast. Ja, je hebt hier ook geen vechtpartijen of wat dan ook. Het is heerlijk en je bent buiten. Nou, wat wil men nog meer? Dus vroeger had je de kreet in de jaren 60, is het die oorlog? Maar hebben we gehad, die groeperingen. Dat en is natuurlijk, geweest, ik nooit kan me geweest. Nog herinneren dat de eerste Duitsers kwamen. Met en dat het publiek langs de weg zei van, oh,
Oh, je fiets. Oh, flauw, ja. Nou ja, dat hoort er even bij. Ja. Nou ja, ze komen massaal terug en ze zijn er nog steeds. Ja. Dus zulke dingen. En ook heel veel mensen van de Vierdaagse om te kijken zijn Duitsers. Ja, natuurlijk wel. Wat dat betreft, we moeten het samen doen. Ja. Dat is wel zo. Ja, dat is waar. En dat is hopelijk nog ook dit jaar weer een succes. Maar vind ik. U zegt, de gezelligheid is gebleven. Dat was. Dat is ook zo. 70 jaar geleden zo en dat is nu ook zo. Ja. Ja. Dat maakt niet uit. Alleen nu in een andere vorm. Ja. Men moet wel. Ja. Men moet meegaan met deze tijd. Ja. Ook men, en dat vind ik heel belangrijk, de jongeren pakken voor zo'n iets. En die zijn er genoeg. Nou weet ik dat er clubs zijn die met 12-jarigen beginnen. Ja. Dat is toch goede zaak dan? Ik vind het van wel. Ja. Ja, de jongeren. Ik vind het ook een prestatie dat die ook 30 kilometer lopen. Ja. Ja. Je zal maar 11 zijn en in die kaart dat je 12, dat je nog net dat je ingeschreven kan worden. Flinke afstanden nog voor hun. 30 kilometer. Ja, ja. Maar ze doen het wel. Ja. De meeste. Dus ja. Tot hoe lang gaat u nog door? Nou, zolang ik kan. Tot de 100ste? Dat weet ik niet. Oh. Als het gegeven dat is. Dan gaat u toch door, ja. Oh, ik weet niet hoe de oudste is momenteel die ingeschreven heeft. Iets van in de 90 of zo? Het zou best kunnen. Ja, ja. Dat scheelt dan niet zoveel. Nee. Nee. Nee, maar het is niet dat u zegt, nou, ik vind het wel een keer mooi geweest. Nee. Nee. Ik loop het hele jaar door. Het is nog steeds mijn grote hobby. Vanaf mijn jeugd. Ja. En altijd buiten zijn. Ja. Altijd pret gehad. Ja, ik heb jaren op een waddensportvereniging gezeten in Alkmaar. Ja, maar u zegt pret gehad met de Vierdaagse ook, hè? Oh, ja. Maar heb je ook leuke dingen meegemaakt? Anekdotes of zo? Ja, wij waren op vakantie in Zuid-Frankrijk. Het gezin met de kinderen. En toen waren we op de terugweg. Toen kwamen we bij Lyon. We hadden een DAF met aanhanger, et cetera. En de DAF die begaf het. Lyon. En het was zaterdags. En dinsdag daarna moest ik starten met in Nijmegen. In Nijmegen. En de kinderen. En mijn vrouw. Ja, het is wel gelukt. Maar het was een tocht. Peentjes weten. Het was, ja, dat onderdeel moest uit Antwerpen komen. Zo, dat hebben ze met het weekend gedaan. Ja. Ze hebben het ingepast in de DAF. En we zijn van Lyon, zijn we regelrecht naar Nijmegen gegaan. En dat komt toen nog. En stoplichten. Ik denk dat ik wel 20 rode lichten heb gepasseerd gewoon in de ochtend. Door België, Luxemburg. Want u wou op tijd en nee, Nijmegen. Het kon allemaal nog. En in 7 uur 's morgens stond ik voor de tuin van de vereniging. Ja. En gelijk lopen. En ik kon nog starten ook. Ik had al ingeschreven, we hadden allemaal ingeschreven. Ja, ja. Mijn vrouw ook. Ja. Nou, toen zei ik tegen mijn kinderen en tegen mijn vrouw, ik zeg, wat doen we? Gaan we lopen? Ze willen gaan lopen. En we zijn gaan lopen. Toen liep ik geloof ik nog 55, dacht ik. Ja, dat is wel heel lang geleden hoor. Ja. Ik heb toch niet bij de 100ste keer bedoelt u? Nee. Ja, toen de tijd. Ik begon met 17, ik moest 55 lopen gelijk. Toch maar ja, mijn broer ook, ja. Ja, het was niet zomaar eventjes wat, hoor. Nee. Nee? Maar goed, dat is straf. Dat is niet meer. Dat is niet meer. Nee, ook dat niet. Dat nou ja, een uitdaging, hè. Met die 100ste was het. Ja, dat was het nog wel. En daar waren toch liefhebbers voor. Voor de liefhebber, ja. Maar ja. Als ik nu mag vragen wat uw meest dierbare herinnering is aan de Vierdaagse, wat is dat dan? Nou, dan moet ik toch zeggen dat ik het geluk en de gezondheid heb gehad. En mevrouw en de kinderen. Dat die mee konden. Ja. En u gesteund hebben steeds. Ja, ook. Want mijn vrouw gaat elk jaar mee naar Nijmegen. En dat vind ik hartstikke leuk. Ja. En welk moment zou u nooit meer willen herbeleven? Wat ik herbeleven? Ja, nooit meer willen herbeleven. Uit nou, dan moet ik toch denken aan die aflassing van die hitte. Ja. In 2006, 2007? 2013, al 13 jaar geleden, laat ik het zo maar stellen. 2006. Ja, en dat, daar schrok ik even van. Ja. Ik denk, jongens, wat krijgen we nu? Ja. Ja. Was u boos? Nee, ik kon het wel begrijpen hoor. Ja. Want ik liep ook op die dijk en ik ben binnengekomen met de rest. Maar ik heb ze zien liggen hier en daar. Ja. Dat was droevig. Ja. Ja. En er waren ook een paar doden bij. Ja, en toen was men tot een conclusie gekomen dat dat niet langer kon. Nee. En dan vooral 's middags op die dijk. Ja. Dus en daardoor hebben ze ook de route andersom gelegd. Omgedraaid. Hele goede. Is dat een verbetering volgens u? Ja, zeker wel. Ja? Voor heel veel mensen. En vooral met dat zonnige weer. In de ochtend is het toch lekker te lopen. Nou ja, uiteraard. Voor heel veel mensen. De een kan beter tegen de hitte als de ander. Dat is ook zo. Ja. En dan kun je wel kleden. Maar ja, tegen hitte dan is het weer een andere zaak. Ja.
Ja, nee. Wat moet ik nog stellen? Nee, niks. Ik wil u bedanken voor het feit dat u helemaal hier naartoe bent gekomen. Ja. Zeer prettig om met u kennis te maken, ook voor de kijker is dat zo. Ik heb het gedaan voor het geheel, voor de Vierdaagse. Graag gedaan. Ja. Dit was weer Villa Vierdaagse. Dit was de laatste uitzending van deze reeks voor dit jaar. Fijn dat u gekeken heeft en we wensen u nog fijne Vierdaagse feesten. Tot ziens.